De Centrale Bank van Suriname staat ook voor zware uitdagingen in haar monetaire beleidsvoering, in haar streven om richtinggevend te zijn bij de waarborging van de monetaire stabiliteit. Dit zei governor Glenn Gersy woensdagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Vereniging van Economisten in Suriname, VES. Gersy heeft de gebruikelijke jaarrede gehouden met het thema Looking Forward, Monetaire Stabiliteit in 2017. De governor heeft de overtuiging dat wij onszelf niet de beperking moeten opleggen door het uiten van zorgen, maar dat wij daadwerkelijk moeten aanpakken om verbetering in de economische situatie van het land te brengen. Gersy wijst erop dat Suriname evenals andere landen te maken heeft met een verslechterende